Dan wil ik nog even iemand naar voren roepen. Dat is onze kleine generaal. Dat is Johan. Daar zit... dokter. Ja, hey. Johan, wij hebben voor jou nog wat in petto. Jij bent in 1987 hier op de vereniging gekomen samen met Zegel van der Struis en een van de Rinus uit Rotterdam. Niet de Rinus die we de laatste week over Maastie Hari hier in ons midden hebben, maar een andere Rinus. Je bent hier gekomen om te voetballen. Je hebt hier de boel aardig op schop gezet. In het vierde en in het derde en overal bij de voet met je mannen. Redelijk geld stuk geslagen hier zo in de begintijd hier ook. Dus je hebt nog wel eens bokswedstrijden gedaan. Dus eigenlijk heb je wel binnen de vereniging zeg eigenlijk al wat gedaan. Vervolgens ben je verzorger geweest een aantal jaar. Elf jaar. Je hebt de muziek verzorgd, je hebt in het bestuur gezeten. Noem maar op wat er in deze vereniging te doen was. Dus je bent nu 29,5 jaar lid. Dus 1 mei is hij 30 jaar hier bij de club. En het laatste was dat hij een bestuursfunctie gehad heeft tot afgelopen 12, 13 december. En toen hadden we ook gemeend om je toen al de oorkonde uit te reiken, maar dat hebben we niet gedaan. We hebben gezegd, we wachten tot de nieuwjaarsreceptie. Nou, je ziet wat er allemaal voor gekomen is. Niks. Dat is niet voor een praatje van mij, maar dat is voor jou. Dus, maar we hebben derde elkaar genodigd. Maar Johan, om te beginnen. Hier beginnen we al mee. Dat is heel goed. Jongen, hartelijk gefeliciteerd. Ze zijn nog maar 30 op zetten. Hoop moet er blijven. Zijn zat mensen die 100 gaan. Dus dat zou bij jou kunnen. Dus, dan hebben we nog wat anders. Dit is... Het cadeau. Het cadeau, kijk maar wat hij ermee doet. Maar in ieder geval, je hebt het verdiend. Zo heet het toch, iets wat hij verdient. Dat heet lid van verdiensten. Dus krijg je niet zomaar. En er hoort nog steeds wat bij. Dus als je in een driedelig kostuum komt, dan zie ik je speeltje erop. Ik ga het er nou niet opplikken, want ik ben niet zo vast van mijn hand. Ik prik wel wat anders. Er zijn een aantal dingen gebeurd en ik moet er een streep onder zetten. Ik moet niet even snel worden, maar ik heb met 30 jaar mijn liefde naar de club toegelegen. En ik probeer het de laatste jaar ook nog te slijten bij de club. Want ik met mijn leeftijd door naar een andere club gegaan. Geen zin. Toen was ik heb allemaal meegemaakt, de jongens, van klein tot groot. Ik heb playback georganiseerd. Van klein tot groot. Ze zijn me allemaal dankbaar geweest en ik ben dit alleen ook van. Voor Piers heel dankbaar. Dus nu dankbaar naar mij toe komen. Heel hartelijk bedankt voor alle leden van de Piers Hill. Dat heb ik verdiend, denk ik, niet gekregen. En ik hoop dat we een goed einde halen tot de fusie. Dat we met elkaar nog de schouders onderzetten en dat we een goede vereniging blijven. Ook in de komende jaren zijn, wat de voorzitter ook zijn. Jaren die we met elkaar nog moeten maken, het zijn emotionele jaren, dat weet ik zeker, want iedereen wil zeggen, stekkie verdedigen, Gaasbeek wil zeggen, stekkie verdedigen, die bijna wil zeggen, stekkie verdedigen, en Piesiel wil zeggen, stekkie verdedigen, maar dat gaat niet meer in de komende jaren. In de komende jaren moeten we met z'n allen de schouder onder zetten, dat je FC Korendijk krijgt, en een goede vereniging, en dan zal er nog altijd een goede sponsor moeten blijven, want anders moet het ook niks. Je moet altijd een goede sponsor moeten blijven, altijd. Dus we zijn altijd als vereniging, als je een goede klas wil blijven voetballen, tweede of eerste klas, moet je altijd een goede sponsor blijven krijgen. Dat is een ingezeten in de betaal voor in de voetbal. We hebben geen betaal voetbal, ondertussen is er wel betaal voetbal. Maar goed, daar heb je een eigen mening over, daar heb ik geen mening over. Maar ik dank jullie heel hartelijk en ook de voorzitter. Ik heb de komende jaren veel succes.
Ja, zo is het gewoon in het leven. Ik zeg, joh, zet het huis, ik heb een beetje mijn thuis.